allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Twin Flame Rollercoaster Live. Mijn naam is Natasja en ik heb vandaag voor jullie een korte pick your reading voor de volle maan in Steenbok van woensdag 13 juli. En dat is tevens een supermaan. Zoals jullie zien zit ik niet bij mij thuis in Kampen, maar in het stadspark in Kampen. Heerlijk met dit weer, want beide buren zijn bij mij volop aan het klussen. En dat is helemaal goed en prima, alleen om een video op te nemen, ja, dat hoor je toch wel. Ja, en het is gewoon fantastisch weer, dus ik ben naar buiten gegaan om toch nog op de valreep een video op te nemen voor de volle supermaan in Steenbok. Want mijn eigen persoonlijke proces, mijn dagelijks leven is ook best wel een rollercoaster geweest. Ik heb een nieuwe baan vanaf 1 augustus. Hè, in mijn tweelingzielenproces zijn er behoorlijk wat verschuivingen. En ook verschuivingen daarom in mijzelf. Een transformatieproces. Again, dat stopt natuurlijk nooit, die ontwikkelingen. Dus ik heb besloten dat ik lekker in de vakantiemaanden, in de zomermaanden, gewoon op flow iets opneem of iets doe of iets schrijf. Nou, en dat uitzicht dus nu hier buiten. Voordat ik verder ga, rondom de volle supermaan in Steenbok is genoeg te doen, genoeg te lezen. Maar ik heb natuurlijk ook in samenwerking met Nani van de volle maankalender heb ik een video opgenomen, of een video, heb ik een artikel geschreven, misschien dat wij nog met z'n tweeën een video gaan opnemen, wie weet. Heb ik een artikel geschreven, de link daarvan vind je onderaan in mijn video. En voor de rest vind je de timestamps ook daar, als je direct naar jouw reading wilt. En deze reading is ook te beluisteren als podcast, maar dan heb je natuurlijk niet deze prachtige omgeving erbij. Maar als je in de auto zit of onderweg, natuurlijk hartstikke handig. Voordat ik ook dan verder ga, heb ik wel een bijzonder iets ook erbij. Ik deel altijd heel open de dingen die er wel gebeuren. En als ik een nieuwe kaartendek heb, en ik heb inderdaad een nieuw kaartendek waarvan ik vandaag gebruik ga maken. Alleen dat kaartendek is van een persoon die heel dicht bij mij stond. Die is overleden. Het is de moeder van een van mijn beste vriendinnen die ik al vanaf mijn derde of vierde ken. En ze heeft dus een kaartendek nagelaten en die heb ik gekregen. Tante Sonja. En ja, het is super lief vrouw. Ik moet dat gewoon even een stukje in de video aan haar wijden. Want ik weet gewoon dat ze dit echt fantastisch gaat vinden. Dat is dit kaartendek, het Gouden Tarot. Echt een fantastisch mooi dek. En vanuit dit dek heb ik twee kaarten getrokken. En uit die twee kaarten kan jij jouw reading kiezen. En daar zit jouw reading dan ook achter. Dus die ga ik wel, zoals jullie van mij gewend zijn, even in beeld brengen. Dan ga ik dus ook door naar de pick your reading. Je kan dus kiezen uit kaart 1. Of kaart 2. Voel even wat bij jou past en waar je naartoe aangetrokken wordt. En dan gaan we dus nu verder naar degene die gekozen hebben voor kaart nummer 1. Welkom bij jouw reading voor de volle maan in Steenbok voor kaart nummer 1. Ik draai hem ook even om, ik heb hem ook hier. En het is echt een prachtige kaart. Dit is de Ace of Cups, Aas van Bekers. En in dit deck is hij ook anders afgebeeld dan in het Rider-Waite. En je ziet hier bijvoorbeeld ook een engel op de kaart. En de Aas van Bekers staat voor overvloed. Deze volle maan in Steenbok, ja, hij is best pittig, volle supermaan in Steenbok. Maar zoals ik in het artikel ook schrijf, het is aan jou waar jij voor kies, no matter wat er om jou heen ook gebeurt met jouw tweelingziel, in je werk, in het dagelijks leven. Er wordt ook nu echt gezegd, kies voor jezelf. Dus
blijf geaard, grounded, blijf dicht bij jezelf en maak jij je keuzes voor jezelf, dan, ja, nou, dan heb jij overvloed en rijkdom diep binnen in jouzelf. En jouw trainingsziel, ja, triggert diegene jou erop? Ja, natuurlijk, dat kan. Maar zie dat als een spiegel en laat je niet gek maken, deze volle maan. En ook de periode erna, hè, de uitwerking daarvan, tot aan de nieuwe maan, tot aan de leeuwenpoort, zul je daarmee te maken krijgen. Maar vooralsnog, het is aan jou zelf hoe je daarmee omgaat. En ik weet als geen ander hoe pittig zo'n trainingszielenproces kan zijn. Hè. Begrijp maar echt niet verkeerd. Maar daarin heb ik een mooi bruggetje naar de volgende kaart. Want die engel deed me denken dus aan de volgende kaart die ik ook echt trok. Aartsengel Michael. Dus hè, maak jij keuzes voor jezelf. Zet jij alles aan de kant wat jou op dit moment of daarna ook op jouw pad komt wat jou niet meer dient. En ik kijk hier voor mij naar de bomen en naar het grasveld. En ik zie ook witte veertjes liggen nu ik het hier over heb. Want ze lagen er net ook al. Maar nu word ik daartoe aangetrokken. Dus kijk ook naar hoe de engelen je wil helpen. En er vliegt ook een vlindertje voorbij. Ja, dat is een hele mooie energie. Mits jij dus dicht bij jezelf kan blijven. En ga dan bijvoorbeeld, zoals ik, wat ik nu doe, even wandelen naar buiten de komende dagen. Ook nadat de volle maan al in kracht aan het afnemen is. Want deze volle maan en de nieuwe maan zijn echt ontzettend belangrijk voor die leeuwenpoort. Leeuwenpoort is voor trainingszielen altijd een jaarlijks event, zeg ik altijd maar even zo. Want daarin gebeurt er altijd heel veel veranderingen, drastische veranderingen. Again, ja, ze zijn opeenvolgend de laatste tijd. Nogmaals de boodschap over, de voorkant, de achterkant is trouwens ook heel mooi. Maar de boodschap zit hier vooraan overvloed. Overvloed wanneer jij voor jezelf gaat kiezen met aartsengel Michael. En er staat ook, maak alleen gebruik van positieve woorden en gedachten, want zij zullen ze razendsnel manifesteren. Vraag de engelen om de effecten van negatieve gedachten uit het verleden te verwijderen. En oh, ik hou mijn hand ervoor. Ik breng ook de twee kaarten deze even in beeld. Want dan zie je ook duidelijk even de tekst en de afbeelding ook wat mooier. En je ziet ook in de tekst de woorden, positieve woorden en gedachten en manifesteren. Want de energie gaat nu razendsnel. Dus alles wat jij denkt of uitspreekt, kan jij in deze tijd ook manifesteren. Maar ook op een negatieve manier. En ook naar jouw trainingsziel. Dus ja, wees je wel bewust van wat jij denkt of wat jij zegt. Want woorden zullen zich ook om gaan zetten in daden en ja, kan dat? Ik weet het niet. Maar ik krijg dat op dit moment gewoon zo door. Dus ik laat de tekst daarbij ook gewoon even zo. En ik heb vandaag gebruik gemaakt uit meerdere kaartendecks. Dat vond ik wel bijzonder, want ik werd ook getrokken naar het kaartendek waarvan ik nu... Lightworkers deck, sorry. Van Rebecca Campbell. En daar kwam deze uit. Awakening. En ik vond zelf echt een hele mooie kaart. Want die heeft dus ook te maken met de volle maan en in steenwolk en deze tijd. Energetic upgrades, a new day of being, integration. Dus kies je voor jezelf, hè, deze periode. Het is jouw ontwakingsperiode, jouw nieuwe start, een start van overvloed. Maar kies daarin ook gewoon voor jezelf dat jij je rust mag pakken, want energie-updates zijn best wel pittig van de afgelopen periode. En ik denk dat deze kaart zegt, of zo voelt dat in ieder geval, dat aankomende volle maan er een soort van hoogtepunt zal zijn of ontstaan voor jou. En dat je daarin echt wel gaat afronden. Er zit een afrondingsverhaal in waarin je daarin overvloed zal gaan ontvangen. En uit de trainingszielendek kwam daarin dus de focus. Focus nogmaals op jezelf. En hoe duidelijk is dat? Het beoogde doel is gericht op jezelf
en de kosmische energie. En die sluit super mooi aan weer bij deze, bij energetische update. De kosmische energie. Laat je niet gek maken door alles wat er om je heen gebeurt. Met je tweelingzielproces, met je zielsconnectie. Het maakt niet uit. Je soulmate richt je op jezelf. En heb je even een dag geen contact met je tweelingziel of met je soulmate of degene die je leuk vindt. Hè, dan is dat eventjes oké. Laat het dan zijn voor wat het is. En de volle maan in steenbok zal je ook in verwarring doen brengen. Met alles wat er op dit moment speelt. Maar dat is wel een periode geweest vanaf het voorjaar tot aan nu komt tot een afronding. En nogmaals, dat wordt uitgeleid. Awakening. Voor degenen die nog niet zo lang in hun tweelingzielenproces zitten. Die zullen dat misschien nog meer voelen. En die gaan ook hun ontwakingsproces net aan. Of misschien net beginnen, zeg ik op 7-7. En dat is eigenlijk echt wel iets heel moois. Als je deze video kijkt, denk je, oh nee, nog meer vind je het helemaal niet mooi. Maar uiteindelijk, als je daar bent, als je die verbinding voelt en die kosmische energie, dan zal je daar heel anders tegenaan kijken. En weet jij in je hart waarvoor je het doet en waarvoor je hier bent. En dan voel je dat ook gewoon echt. En je tweelingziel, zeg ik nogmaals, gaat jou deze volle maan, als jij daar nog niet bent, nog meer op triggeren. En misschien heb jij wel een tweelingziel in jouw buitenwereld, waardoor jij lichamelijk en energetisch nog meer te voortduren krijgt. Dat zegt deze kaart mij ook wel. En dat is niet per se negatief bedoeld, want daardoor krijg jij wel ook helende energie en ben jij klaar om nog meer energie te ontvangen. Dus hou die focus in grote lijnen de komende dagen, de komende week, misschien wel tot aan de Leeuwenpoort, gewoon op jou, op jouzelf. Dat is gewoon nodig. En ik zit te kijken naar mijn tas, want ik wil eigenlijk nog een kaart. Ik heb natuurlijk alles hier meegesleept. En ik ga gewoon hier in het wilde weg gewoon nog even een kaart trekken. Dat gaan wij doen. En dan wil ik een kaart uit het tweelingzielendek. Nog één. Er is iets wat ik nog wil weten. Ik hoop niet dat ze wegwaaien, want het waait nogal hard. Oh. Ja. Die is heel duidelijk. En dat is de kaart karma. Nou, dan is het wel duidelijk dat het stukje ontvangen en hoe zeg je dat nou, loslaten en groei en voorspoed, daar zit wel een stukje nog daarvoor aan vast. Deze volle maan in combinatie met met je tweelingziel en de focus die je er mag ophouden, samen met aartsengel Michael. Dat jij misschien wat stukken uit te werken hebt. En dat de dingen misschien niet zo gaan zoals jij wil. Omdat je dus hier... Ik hou zelf niet zo van het woord karma. Maar het bestaat wel degelijk. Want ik heb ook best wel onlangs wat grote stukken opgelost. Dus volle maan is voor jou schijnbaar heel goed en heel mooi. Om karma stukken uit te werken. Los te laten. Misschien kan je om hulp vragen aan de engelen als jij door deze video getriggerd wordt en dat je denkt, ja, maar wat dan? Zielsconnectie, tweelingzielenproces is een en al karma, kan je bij wijze van spreken zeggen. Wat mag ik dan nog loslaten? Haal je antwoorden uit jezelf, dus die focus op jezelf en daarin dus vragen aan het universum. Ik vroeg vandaag om een fantastisch mooi plekje om een video op te nemen en ik kreeg het. Ik zag het hier, er liggen allemaal witte veren om me heen en ik zie er steeds meer. Terwijl ik vraag me af waar ze dan ook ineens vandaan komen. En eigenlijk zou me dat niet eens moeten afvragen, omdat ik weet dat ze er zijn om mij te helpen. Dus wil jij nog meer antwoorden? Haal dat uit jezelf en focus je dan op jezelf waar die stukken nog zitten die jij met je tweelingziel kan helen, mag helen, oplossen, waardoor jij dichter bij jezelf komt of misschien ook jullie dichter tot elkaar komen. Ik weet het niet, want elk tweelingzielenproces is weer ontzettend
anders en heel erg persoonlijk. Dat iedereen heeft zijn eigen weg en zijn eigen groei. Met een trainingsziel, met een zielsconnectie of met een soulmate. Het kan allemaal. Of met een karmatische relatie. Of dat jouw trainingsziel in een karmatische relatie zit. En dat deze volle maan toch wel heel veel stukken omhoog zullen komen. Of opgelost zullen worden. Of jouw trainingsziel of jouw zielsconnectie soulmate besluit om uit een relatie te stappen of bepaalde stukken los te gaan laten, waardoor je trainingsziel steeds vrijer wordt van bepaalde koorden. Bijzonder dat zo doorkomt. En het, nu ik dat zeg, ook, gaat het ook heel mysterieus waaien. Heel mooi. En er vliegt zo achter het beeld een vlinder voorbij. Dus ja, ontvang die update. Geef je over aan de kosmische energie. He, overvloed ga jij zeker ontvangen wanneer jij de focus houdt op jouzelf. Je richt op je eigen stukken en die stukken zullen waarschijnlijk aangediend worden. Daar hoef je misschien niks voor te doen. En mocht jij je het afvragen, vraag het gewoon aan het universum. En anders kom je er waarschijnlijk, krijg ik een beetje zo door, wel achter door middel van jouw trainingszielenproces tot aan de leeuwenpoort, dat jij dit soort stukken mag gaan uitwerken of aangediend krijgt. En ga voor de rest vooral verder met wat je aan het doen bent en het komt allemaal vanzelf. En dit is misschien wel een trigger of een cue voor jou van dat in aantocht is of dat je er nu middenin zit, maar omga het. Geef het over, want hoe eerder die karma stukken zijn opgelost, hoe beter dat is voor jezelf te ontvangen en los te laten. En dan ben je er ook van af en dan kan je weer verder. Dan blijft dat zeg maar niet liggen in dit leven en dan zal je je echt verlost gaan voelen. Zeg ik zomaar even. Ik heb geen idee waar ik het van hou. Ik heb geleerd in mijn video's nu alles maar gewoon te zeggen wat ik doorkrijg of in me opkomt. En jullie reacties ben ik altijd super dankbaar voor. En het is toch wel best wel een lange reading geworden dan ik dacht. Maar het stroomt zo fantastisch lekker hier in de natuur. Nou, lieverds, dit was de reading voor degene die gekozen hebben voor kaart nummer 1. Dankjewel voor het kijken. Laat alsjeblieft weten wat je van je reading vond. Ben ik altijd heel benieuwd naar. En ik ga nu door naar de volgende. Voor degene die gekozen hebben voor kaart nummer 2. Welkom bij jouw reading. Ik laat de kaart ook maar gelijk zien. Dat is de toren, de tower. Ja, en op geen één kaart is hij leuk, de toren, maar hij hoeft niet per se altijd heel erg negatief te zijn. Want in dit tarot deck, ik breng hem ook heel even in beeld, misschien zien jullie hem dan net even iets beter. Maar je ziet ook in de linkerbovenhoek zie je de zon. En met de bliksem op de achtergrond. En in het gewone tarot deck is hij wat donkerder. Dan zie je voornamelijk veel donkere wolken en bliksems. En het mooie aan dit deck is dat je het zonnetje ziet schijnen. Dus, en dat voel ik ook voor deze pick your reading voor jou. Want en voor de volle maan in steenbok is dat het niet alleen maar kommer en kwel hoeft te zijn als jij dus voor dit voor deze reading heb gekozen, voor reading nummer 2. Want in eerste instantie schrok ik ook en toen dacht ik nee, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het gaat er alleen om wat jij hiervan mag leren. En het is zomer, dus ik kreeg dat zonnetje erbij. Vond ik ook wel heel toepasselijk. We gaan best wel een warmere, hetere periode tegemoet richting de Leeuwenpoort. Natuurlijk waar deze volle maan en de komende nieuwe maan mee te maken heeft. Die energie, de vuurenergie. En ja, wil jij verandering? Ik breng mezelf ook even in beeld. Wil jij verandering in alles wat jij nu meemaakt of met jouw tweelingziel? Ja, dan moet het eerst gewoon heel erg donders en bliksems.
hè, die vuurenergie zet aan tot actie. Maar ja, misschien vallen jij en je tweelingziel wel op dit moment of rondom de volle maan in de steenbok en daarna wel samen van die toren en gaat het wel even niet lekker. En dat hoeft niet alleen je tweelingziel te zijn of zielsconnectie, soulmate kan dat zijn en gaat het gewoon op dit moment niet zo goed. Maar het is dus aan jou hoe jij dat natuurlijk oppakt. Wat heb jij ervan geleerd van dat torenmomentje? En torenmomentjes zijn vaak ook momenten dat jij het liefst alleen wil zijn. En maak ook gebruik van dat torenmomentje om alleen te zijn. Want dat wil wat zeggen dat je je even op jezelf mag gaan richten de komende periode. En het kan ook eenzaam zijn. Ik heb kaarten van tevoren getrokken. Dit is uit het tweelingzielendek. En ja, weet je, het kan eenzaam zijn, eenzaamheid. Ik heb daar echt, en dat mogen jullie best weten, ik heb daar zelf ook wel eens last van. Maar ik weet dat die periodes alleen en die focus op mezelf, dat het juist zoals bijvoorbeeld nu, dat ik dingen op flow doe en naar een nieuwe baan ga, en mijn tweelingzielenproces andere wendingen hebben genomen. En ja, dan heb je dit soms wel eens. En maakt het je eenzaam? Ja. Voel je eenzaam, maar je bent niet alleen. Want er staat ook op de kaart. Jij bent de pionier van je geest en lichaam. Daal verder af tot het innerlijke licht binnen handbereik om te liggen. Dus dat torenmomentje. Oh, dat torenmomentje is niet zomaar. Het universum vraagt dus om je op jezelf te gaan richten. En te kijken naar het innerlijk werk. Want dat is uiteindelijk, en ik voel me soms net hoe noem je dat? Alsof ik echt super in herhaling val. En er vliegen allemaal vlinders op dit moment om me heen. Dus het kan ook zijn dat jij in een transformatieproces zit. Ook zoals velen. En dat je daardoor een torenmoment hebt. Je eenzaam voelt. Het liefst de energie van je tweelingziel wilt voelen. Of bij diegene wilt zijn. Maar you need to take a break. Je hebt gewoon even rust nodig. Je hebt tijd nodig voor jezelf en a life's work, not a season. Get off the treadmill. Dus dit is al de derde kaart die ik trok. Want ik heb ze natuurlijk even thuis getrokken, de kaarten. En hiermee naartoe genomen. Er wordt voor de derde keer gevraagd om tijd voor jezelf te nemen. En daar ook echt iets mee te doen. En dan komt er nog een kaart aan. Met ook een boodschap dat je je op jezelf mag gaan richten. En misschien is dat, ik heb het idee dat het vorige readingen al naar voren kwam. Maar ik geef me gewoon door wat ik door moet geven. Waarschijnlijk resoneert het wel met jullie of niet. Dat kan ook. Schrijf al je zorgen, ongerustheid of wensen op een stukje papier. En doe het in een speciaal kistje dat een godendoosje genoemd wordt. Om dingen los te laten en het universum toe te staan je te helpen. Dus zit jij in die eenzame periode? Heb jij dat torenmomentje? Is juist het moment om die connectie te maken met jezelf? En te gaan schrijven. En misschien heb jij wel een zielsmissie. Of mag jij dingen doen voor het collectief? Net zoals ik. De meeste tweelingzielen of lichtwerkers. Die hebben toch echt wel een zielsmissie hier. Dus wie weet. En het kan ook zijn dat jij helemaal niks wil doen en helemaal niet wil schrijven. En lekker wil genieten van je vakantie of even niks aan je hoofd wil hebben. Want dat is ook wat ik bij heel veel voel. Richt je dan inderdaad ook gewoon op de dingen die jij op je pad krijgt. Of dat je misschien op vakantie gaat. Take a break. Zijn er mensen die kijken en die hiervoor gekozen hebben die op vakantie gaan? Dat lijkt me wel interessant als dat zo is. Ik ben heel benieuwd. Laat het me alsjeblieft weten. Ga jij op vakantie en ben je misschien ook gescheiden dan van jouw tweelingziel of zielsconnectie? En hoe leuk je vakantie ook is, voel ik toch daarin een soort dat jullie elkaar missen? Dan dat? Ik heb geen idee. Dus het neemt weer een hele aparte wending deze reading. Daarnaast mocht ik voor kaartendek nummer 2 voelde ik heel sterk dat ik een kaart mocht trekken of moest trekken bijna uit de tweelingzielen messages. En daar staat dus op, wat wij hebben is speciaal, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Aan de hand van het torenmomentje
heb ik zomaar het idee dat jouw trainingsziel, jouw zielsconnectie of jouw soulmate het echt ook voelt en ook echt wel weet dat jullie gewoon een speciale verbinding hebben. Dus heb jij geen contact met jouw trainingsziel of zielsconnectie, weet dat het niet zomaar weet dat jouw trainingsziel of soulmate die energie altijd zou voelen. Dus daarmee wil ik zeggen, richt je dan ook op jezelf, want ze weten het, jij weet het, en misschien krijg je die bevestiging niet en val je daardoor van je toren. Maar dat is juist het willen weten van de andere persoon, de energie daarvan willen weghalen en dat niet terugkrijgen, is juist het moment van deze volle maan een steenbok om die energie op jezelf te gaan richten. En ze weten het. Ik word gedwongen om dat nog een keer zo te zeggen. Ze weten het. Dus take a break. Haal die energie naar binnen. Zeg ja op die vakantie. Of twijfel je nog of jij weg zou moeten? Zeg ik op 8-8. Take die break. En misschien voel jij je nu eenzaam. Sluit je ook dan niet af van de buitenwereld. Omdat het niet gaat zoals jij wilt. Maar maak die beslissing om je te omringen. Misschien door de mensen om je heen. Door vrienden die jou meenemen. En ga lekker op vakantie. En alle zorgen en overdenkingen die je hebt in je hoofd, waardoor je in je hoofd komt te zitten, schrijf ze op en geef ze aan het universum. Hey, je hoeft echt van mij niet, niemand hoeft van mij iets. Ik vind juist van iedereen heeft zijn eigen pad en iedereen doorloopt zijn eigen tweelingzielenproces. Ik heb zelf ook een heel apart pad, vind ik altijd zelf, omdat ik twee tweelingzielen heb in mijn buitenwereld en één daarnaast als gids. Weet je, ik ben ook niet echt zeg maar het standaard type die je leest op internet. Maar daarom zit ik hier ook. Omdat iedereen juist zijn eigen pad heeft. En juist zijn eigen weg. En niks is goed. En niks is slecht of fout. Dat moest ik even meegeven. En geef jouw zorgen. Daar kwam ik dus op. Schrijf het allemaal op. En vraag aan het universum. Want je wordt geholpen. En ze zijn er voor je, ook al voel jij je dus ontzettend eenzaam. En heb jij je toch een momentje, maar kies voor je vakantieperiode. En dan ook voor jezelf en geniet gewoon ervan. Wat er ook op dit moment aan de hand is. En de volle maan in Steenbok, ik heb daar zelf natuurlijk ook een stukje over geschreven. Maar je leest natuurlijk overal over deze volle supermaan. En dat zei ik in de vorige reading ook. No matter what happens. Blijf je op jezelf richten. Want alle ruis van buitenaf, dat is waar je vaak, waardoor mensen overlopen. Door de drukte, door het gezin, door gebeurtenissen. En je moet dit doen, je moet dat doen. Je dagelijkse verplichtingen. En dan krijg je dus dit. Zo'n torenmoment. En ik weet dat het voor sommigen heel erg lastig is als je een gezin hebt of kinderen en werk en misschien zelf in een huwelijk zit en jouw tweelingziel of zielsconnectie ook. En of jij bent de andere part die alleenstaand is en er heel veel dingen op dit moment gebeuren waardoor jij dit hebt. Ruis om je heen. Ga, take a break. Of maak er misschien, als je geen keus kon maken, blijf in je eigen kracht staan rondom de volle maan in Steenbok. Misschien had jij je keus al gemaakt en is alles op dit moment een beetje troebel aan het worden. En weet je niet of je de goede keuze hebt gemaakt. Take the break nog steeds. Als jij twijfelde, dan is dit jouw antwoord. Tuurlijk maak je de keuzes altijd zelf. Wie ben ik om daar wat van te vinden? En jouw persoon, die weten het. Weet je, en als jullie voorbestemd zijn, dan komen jullie wel weer bij elkaar. Of niet, je ontmoet iemand anders. Maar jij weet en hij weet, of hij of zij, het maakt niet uit. Weet dat het speciaal is en koester dat ook. En schrijf al die mooie gedachten ook op. Al die dingen die jullie misschien hebben meegemaakt. Bedank het universum daar ook voor. En take a break. Ik zie ook ineens op de camera achter mij
echt super mooie energie van zonnestralen. Dus ja, dat is toch wel een bevestiging een beetje dat er toch wel mooie dingen voor jou doorkomen in deze reading. Heel duidelijk. En dat de engelen ook echt wel hier aanwezig zijn. Want ik word echt omringd door allemaal engelenveertjes en prachtige energie. Fantastisch mooi. Ik hoop dat deze reading voor jou een beetje duidelijk was en dat die resoneert. Zo niet, laat het alsjeblieft los. En laat ook echt gewoon los. En geniet van de tijd die jij hebt, ondanks dat het op dit moment zo aan kan voelen. En pak die rust. Meer boodschappen voor jou heb ik op dit moment niet, want er gebeurt genoeg en nog meer informatie, denk ik. En dat geldt voor alle tweelingzielen en het hele tweelingzielencollectief en lichtwerkers. Zit denk ik vol. En dat doe ik ook op dit moment, om op mezelf richten en mijn eigen ding doen en mijn eigen pad kiezen door ergens anders te gaan werken terwijl ik een vast contract had. En te gaan voor op dit moment voor... ja, het onbekende. Maar ik weet dat ik gesteund word door het universum. En mocht het niks worden, heb ik het in ieder geval wel geprobeerd. En dat is ook de boodschap aan jou, voor mij, of van mij aan jou. Nog even in deze reading voor de volle maan in Steenbok. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken in deze speciale setting. Ik vond het heel bijzonder, alle boodschappen die erdoor kwamen voor jullie. En laat me weten wat je ervan vindt. En ik weet niet wanneer ik er weer ben, want ik neem zelf ook een break. Gewoon wanneer ik zin heb en wanneer het goed voelt, dan neem ik een video op, schrijf ik een artikel en ga ik gewoon lekker genieten van deze vakantie, van de zomervakantie, van het mooie weer en ook aan de slag. Ja, een nieuw heel stuk ga ik aan. Al met al, dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer. Doeg!